Welkom bij deze korte tutorial speciaal voor leidinggevenden en werkgevers zonder personeelsafdeling. Mijn naam is Marleen Rijks en ik ga u meenemen in een korte uitleg over het eigen risicodragerschap. Eerst even de inhoud van deze tutorial. Wat is eigen risicodragerschap? Wanneer word je eigen risicodrager? Waarvoor kun je eigen risicodrager zijn? Waarom zou je het doen? En het belang van de leidinggevende. Wat is eigen risicodragerschap? Normaal gesproken, als iemand ziek uit dienst gaat of na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering krijgt, worden deze uitkeringen verzorgd door het UWV. Ben je eigen risicodrager, dan kies je ervoor om de uitkering aan de ex-werknemer en de daarbij behorende reïntegratieverplichtingen zelf te betalen. Wanneer word je eigen risicodrager? Je kunt het eigen risicodragerschap 2 keer per jaar aanvragen, per 1 januari of per 1 juli. Deze aanvraag doe je bij de Belastingdienst. De aanvraag moet uiterlijk 13 weken van tevoren zijn ontvangen door de Belastingdienst. Waarvoor kun je eigen risicodrager zijn? Je kunt eigen risicodrager zijn voor de ziektewet. Dan betaal je 2 jaar lang de uitkering van de medewerker. Je neemt in feite de rol van het UWV over, inclusief reïntegratieverplichtingen en eventuele sancties. Je kunt ook eigen risicodrager zijn voor de WGA. Je bent dan verplicht om je te verzekeren tegen de schadepost met een inkomensverzekering bij een particuliere verzekeraar. Je hebt dan uitbetalingsplicht en reïntegratieplicht tot 10 jaar na de 2 jaar ziekteuitkering. Ben je eigen risicodrager voor allebei, dan draag je dus in totaal 12 jaar de lasten van het verzuim. Waarom eigen risicodrager? Je wordt eigen risicodrager als je denkt dat de premie die je betaalt aan het UWV hoger is dan de kosten die het verzuim zijn. Bovendien heb je dan zelf meer grip op de situatie en kun je voorkomen door reïntegratieinspanningen dat de werknemer de hele 10 jaar in de WGA volmaakt. Het belang voor de leidinggevende. Vaak zijn dit complexe dossiers waar je als leidinggevende niet heel veel mee van doen hebt. Maar het is goed om je bewust te zijn van de kosten die het met zich meebrengt voor het bedrijf en ervoor te zorgen dat de instroom in de ziektewet en de WGA zo laag mogelijk blijft. Dit doe je door gelijk in het begin van een ziekmelding vol in te zetten op reïntegratie. Tot slot de Visma Verzuim Manager app. Je wilt het jezelf als leidinggevende zo makkelijk mogelijk maken. Je hebt immers ook nog andere zaken te doen dan zieke werknemers begeleiden. Misschien kan de Manager app van Visma Verzuim voor jou het verschil maken. Bekijk de demo van de Visma Verzuim Manager app. Dit was in vogelvlucht de tutorial over het eigen risicodragerschap voor leidinggevenden. Bedankt voor het kijken. Kijk op onze website voor meer informatie over Visma Verzuim. Heb je vragen? Neem contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.